Hoi en welkom bij een nieuwe video van Stapeltje Geluk. In deze video laat ik jullie zien hoe je beheerband kunt bevestigen of kunt verwerken in je project. Om te beginnen leg ik jullie uit wat beheerband is. Beheerband is in principe een dubbel gevouwen stukje stof en je hebt die in verschillende soorten, maten. Je hebt rekbaar beheerband, je hebt niet rekbaar beheerband en wij gebruiken niet rekbaar beheerband. En die gebruik je in principe op ook niet rekbare stof. Ik heb hier een katoentje, maar stel dat je rekbare stof hebt, dan heb je ook rekbaar beheerband nodig. Anders gaat je project namelijk lubberen. Daar hebben we ook een video van, dus kijk even de andere video daarvoor. Bij niet rekbaar beheerband werkt in principe bijna hetzelfde als niet rekbaar beheerband. Bij rekbaar beheerband heb je namelijk een aantal foefjes. Maar wat is dus beheerband? Beheerband is een dubbel gevouwen stukje stof, zoals je kunt zien. En die zorgt ervoor dat je heel mooi je randjes kunt afwerken. Je kunt kant-en-klaar beheerband kopen, je kunt ook zelf beheerband kopen. Je hebt daar speciale apparaatjes voor. En dan strijk je er overheen en dan heb je eigenlijk hetzelfde beheerband, alleen dan van de stof die jij wenst. Beheerband die verwerk je in principe opengevouwen en die leg je dan op de stof. Let er goed op dat je kijkt wat de naadwaarde van je patroon is. Heb je namelijk een naadwaarde van een centimeter, dan moet je goed uitmeten waar dan het beheerband moet komen. Het meeste beheerband, ik zal het jullie even laten zien, heeft een halve centimeter aan vouw. Dus als jouw patroon een centimeter naadwaarde heeft, dan moet je hem een halve centimeter ook onder je stof gaan verwerken. Maar daar komen we zo meteen even weer op. Ik ga dus ook bij deze een halve centimeter eronder ga ik het verwerken. En hoe pas je de beheerband nou toe? Je vouwt het open en je naait precies in de naad. En dat komt eigenlijk wel nauw, dus zorg ervoor dat je naaimachine goed is ingesteld. Zorg dat je hem eventueel spelt, wat voor jou het handigst is. Je kunt eventueel ook clipjes gebruiken of wondertape, wat jij eigenlijk wil. Maar zorg ervoor dat hij gewoon goed ligt. Omdat het een niet rekbare stof is, kunnen we gewoon met een enkele rechte steek gaan naaien. Dus ik vouw hem open. Ik hecht natuurlijk even af, dus ik ga voor achter, zodat mijn draad niet losschiet. Ik vouw hem open en ik ga daarna precies over de vouw heen. Ik zal jullie zo meteen ook even laten zien wat er gebeurt als je dat niet doet. Dit stukje ga ik precies over de vouw heen. Even mijn draad weer afhechten. Dan ga ik naar het volgende stukje en dan zorg ik ervoor dat ik eigenlijk heel iets scheef zit. En ik heb bij deze video heb ik blauw draad gebruikt om te laten zien wat er gebeurt als je scheef zit. En zo. Ik knip heel even de draadjes af. En de beheerband knip ik even door midden voor de video. Zoals je kunt zien, wat ik net uitlegde, heeft mijn project een centimeter naadwaarde. Maar ik heb hem nu op een halve centimeter van de rand heb ik hem afgehaald. Je gaat hem in principe dubbel vouwen en dan nog een keer dubbel. Maar wat je nu ziet, is dat jouw project eigenlijk dubbel gaat zitten. Dus we knippen je project ook terug naar een halve centimeter, want dat is eigenlijk de flap van de beheerband. Dus het randje knip je er nu af. Dan heb je gewoon het mooiste resultaat en is je beheerband mooi recht. Zo. En dan vouw je het beheerband, vouw je dubbel. En nog een keer dubbel. En omdat we nu precies in de naad hebben gedaan, is die aan de voorkant en aan de achterkant is die precies even breed. Dus hij valt heel mooi over je naad aan de achterkant heen. Dus je vouwt hem dubbel.
En dan kun je hem in principe ook weer met een enkele rechte steek, kun je hem aan de achterkant, kun je hem dan weer naaien. Bij deze knip ik ook even het stukje af. Heb ik dus, wat ik net uitlegde, niet precies in de hoek gedaan. Kijk, ik heb niet precies in de vouw heb ik mijn naad verwerkt. En als ik hem dan dubbel ga vouwen, dan zie je aan de achterkant dat hij niet mooi omvouwt. En daarbij komt ook, ik heb natuurlijk aan de achterkant heb ik een stukje meer dan aan de voorkant. Dus hier zie je heel goed je naadje. En dat wil je natuurlijk niet. Dus als ik dit nu ga doen, dan trek ik hem scheef. Want ik wil die naad aan de achterkant, die wil ik verwerkt hebben. Dan trek ik hem scheef, maar dan zie je ook de vouwlijn aan de voorkant. En dan heb je eigenlijk het hele beheerband heb je uit zijn verband getrokken. Dus dat is niet wat je zou willen. Daarom moet je echt precies, zoals je hier ziet, in de vouw van de beheerband naaien. Je vouwt hem dan dubbel. En je ziet dat hij heel mooi over je naad heen gaat. Ik naai altijd met een borduurvoetje. En ik zal even laten zien waarom dat bij deze heel erg handig is. Een borduurvoetje heeft namelijk een groef. En in die groef valt je project valt er eigenlijk precies tussen. Stel, ik vouw deze dubbel. En ik leg hem hier neer. Dan blijft hij eigenlijk in de groef blijft hij zitten. Mijn beheerband kan nu geen kant op. Hij kan niet doorschuiven zeg maar onder het voetje vandaan. Dus het is aan te raden om dit met een de beheerband te naaien met je borduurvoetje. Zodat je project gewoon goed vast ligt onder je naaimachine. Ik vouw hem dubbel. Ik leg hem erin. En op het moment dat ik hem erin heb gelegd, ga ik dus bepalen waar ik mijn naald wil. Ik pak jullie heel even op om het te laten zien. Zoals jullie zien, zit mijn beheerband precies aan de rechterkant vast onder mijn voetje. Hij kan dus nu geen kant op. Maar eigenlijk wil ik het meeste links naaien. Mijn naald staat nu nog in het midden. Dus ik zet hem ietsjes meer naar... Ik doe hem altijd helemaal naar links. En vanuit daar ga ik bepalen hoeveel we moeten hebben. Dan doe ik mijn naald heel iets naar beneden, handmatig. En dan zie ik, oh, we zijn nu hier. Ben ik hier tevreden mee? Of gaan we nog één klein stukje... Even omhoog, verkeerde kant. Dus even omhoog halen om nog één stukje... Ja, nou valt hij voor mij precies op het randje. Dus hier ben ik tevreden mee en dan ga ik starten met naaien. Maar omdat we hem dus helemaal strak hebben gedaan, valt hij altijd aan de rechterkant en zou het precies recht moeten zitten. Let er daarbij wel op dat je heel voorzichtig naait. Houd je beheerband, hou je vast. Even goed aan de onderkant checken of hij daar ook goed zit. En dat zit hij. Zo. En dan is die klaar. Je ziet dat die aan de achterkant heel mooi is en aan de voorkant. Dus het beheerband heb je nu precies goed gemaakt. Het is natuurlijk aan de voorkant wil je hem helemaal recht hebben. Dus daarom naai je ook aan de voorkant. Aan de achterkant is die ook recht. Dus hij is nu eigenlijk precies goed afgewerkt. Let er daarbij wel op wat ik net zei, dat je echt in die hele mooie vouw naait. Want dan heb je hem gewoon echt aan de voorkant mooi recht. Dankjewel voor het kijken.